Oh, oeps. Het is buiten ijs en ijskoud. Dus ik dacht, weet je wat? Om mezelf warm te houden moet ik echt even mijn warmste hoodie die ik heb aantrekken. Dus dit is die mega van de Intratuin. Echt heerlijk. En gewoon een grote kop thee. Oh. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is echt ontzettend koud buiten. Het heeft gesneeuwd. Eerste keer sneeuw van dit jaar. Echt heel erg leuk. Ik hou van sneeuw. Ik hou van kerst. Ik hou van winter. Ik ben echt gek erop. Maar het is echt ontzettend koud hier. Vandaag heb ik een HEMA shoplog voor jullie. Ik ben natuurlijk de afgelopen keer naar de HEMA geweest. Ik heb daar een shop with me gefilmd. Check die video even als je dat nog niet hebt gezien. Daar heb ik laten zien wat er eigenlijk op dit moment om te koop is bij de HEMA. En ik heb er dus wat dingen gehaald. Vervolgens liep ik naar buiten en toen zag ik de Wibra staan. Ik kijk best wel vaak bij de Wibra even binnen, want ze hebben daar echt soms zulke leuke dingetjes. En nu zag ik weer dingen dat ik dacht, ja, een paar dingen moest ik gewoon meenemen. Eigenlijk is het één grote kerstshoplog, want ik heb alleen maar kerstitems gehaald. Ben jij benieuwd wat ik bij de HEMA heb gehaald en bij de Wibra? Blijf dan even kijken. Doe een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Maak je me echt heel erg blij mee. Laten we snel beginnen met de shoplog. Oké, het allereerste item. Ik heb eigenlijk alles hierin. Dus ik begin wel gewoon met de HEMA en dan het allereerste item. En dat is dus deze mega cadeauverpakking. Ik vind deze geweldig. Het is dus echt ontzettend groot. Ja joh. Hij is donkergroen met rode en witte candy canes. Dit is echt geweldig. Dit jaar namelijk doe ik ook wel weer kerstcadeaus met mensen. Ook gewoon hier in het gezin onder de boom. Maar ook gewoon voor vriendinnen. En voor één vriendin heb ik echt heel erg veel cadeaus. Dus daarvoor heb ik ook een mega grote tas nodig om dat allemaal te kunnen brengen. Toen zag ik deze en ik was echt op slag verliefd. Ik hoop dat zij deze gewoon lekker gaat houden. Want dit is echt iets. Dit kun je gewoon voor elk jaar weer gebruiken. Echt, ik vind deze zo geweldig. Je had hem ook in andere printjes. Maar ik heb natuurlijk de candy canes meegenomen. Even kijken. Deze tas die kost... Oh, dat is niet de goede bon. De cadeautas kost €3,75. En als je er gewoon een beetje voorzichtig mee omgaat, kun je het hopelijk gewoon elk jaar weer gebruiken. Dus dan is het niet heel duur. Het volgende item wat ik bij de HEMA heb gekocht zijn deze Instax Mini. Ik heb zo'n Polaroid camera. Nou, niet echt een Polaroid camera. Het is dus de Instax. Ik pak hem erbij. Ik heb dus de Instax Mini Play Fujifilm. Nou, het is echt een geweldig ding. Hier kun je dus foto's mee maken en dan komt het er ook al gelijk aan de bovenkant uit, de Polaroid. Maar je kan dus ook gewoon een foto die je op je mobiel hebt staan hier naartoe sturen, zeg maar. En dan print hij het vanuit je mobiel als een Polaroid uit. Ik gebruik hem echt heel erg vaak. Ik ben echt gek op dit ding. Maar ik heb gewoon mijn 21 dinner en ik heb nieuwe Polaroids nodig. Dus ik heb deze even bij de HEMA gehaald. Dit zijn 10x2 packs. Dus dat zit in één zo'n verpakking. Dus dat is echt heel erg chill. Zo ziet die eruit. En die heb ik dus nodig voor deze. En die kostte €16,50. Dat is best wel prijzig, gewoon Polaroid. Vervolgens zag ik dus dit liggen en ik kon het niet laten. Ik hou van cadeaus inpakken. Ik vind het ook leuk om daar moeite in te steken. Dat het gewoon leuk uitziet en dat je echt denkt, wauw, dit is echt een cadeautje om te krijgen. En daarvoor gebruik ik ook heel vaak stickers. En ik zag dus deze. Candy canes, gingerbread. Ik ben al verkocht. Zo leuk, dit stickerboekje van de HEMA dus. Kun je ook gewoon gebruiken bij kerstkaartjes. Dat je hem op de enveloppe sticker plakt. Ook heel erg leuk. Maar hierin zitten echt van allerlei soorten stickers. Dit is het boekje hoe die eruit ziet. Dan heb je Merry Christmas stickers. Kerstboompjes. Deze ook echt veel te schattig. Deze, en hier viel mijn oog op. Ik was echt verliefd op de gingerbreads en op de candy canes. Dit is ook heel erg leuk voor you. En hele grote stickers zitten erbij. Nog wat van die tags, cadeautags. En dat was het. Het stickerboekje kost €3,50 en vind ik echt ideaal voor kerst dit jaar. Eens even kijken wat we nog meer hebben. Voor €1,50 heb ik deze meegenomen. Van die, hoe noem je dit? cocktailprikkers. Je kan dit natuurlijk bij tapashapjes gebruiken, dat je daarin deze prikketjes gebruikt. Maar ik bak heel erg veel. Ik bak ook sowieso elke kerst wel wat. En dan neem ik het ook mee naar mijn schoonfamilie, naar mijn vader, mijn moeder. Altijd gewoon lekkere dingen bakken. En dan stel ik maar cupcakes. Dan vind ik het leuk om zo'n prikkertje in die cupcake te stoppen. En zoals ik al zei, ik heb een kleine obsessie met gingerbreads en candycanes. Ik vind ze gewoon te schattig. En toen zag ik ze in een cocktailprikker. Dus die moest ik meenemen. Dit zijn ze. Heel erg leuk. En je hebt ook nog gewoon rendiertjes. Het laatste wat ik bij de HEMA heb gekocht zijn 3 van dezezelfde kerstballen. Ik zou er eentje even uithalen. De rest laat ik in de verpakking. Maar ik vond dit echt heel erg leuk. Niet alleen obsessie dus voor candy canes, gingerbread, maar ook voor huisjes. Je kon het in die shop with me zien. Ik heb het helemaal daar verteld. Maar toen zag ik dus deze ornamenten, de gouden kerstballen in een pakhuis. En ik was verkocht. Mijn kerstboom hier is ook goud met champagne wit. En deze past daar perfect in met goud en die... Ja, ramen en deuren zijn van glittergoud. Dit zijn ze. Er hingen er 3 en ik heb er dus ook 3 meegenomen. Anders had ik er wel 4 gepakt. En deze kerstballen kosten €3 per stuk. En die ga ik straks gelijk in de boom doen. Oh, dat ziet er echt heel schattig uit. Oké, door naar de Wibra. En daar zijn soms dus echt van die handige dingetjes. En ik zag dus dit. En toen dacht ik, ja, dit is echt heel handig. Dit moet ik meenemen. Mijn uitzet is eigenlijk alle keukengrijs allemaal van mat zwart. En al mijn bestek en zo heb ik in het goud. Eigenlijk gewoon deze kleur. En toen zag ik dus deze klemmenset. Dit is echt heel handig. En toen dacht ik, ja, goud, meenemen. Dit kostte €4,99. Maar dit is echt ideaal. Want ik heb dus heel erg veel verse thee. Nou, en dan heb je hier bijvoorbeeld zo'n klem. Kijken hoe ik het eruit ga krijgen. Dan heb je zo'n klem. En deze kun je bijvoorbeeld aan zo'n verse theezak doen. Dat die gewoon geklemd blijft. En vervolgens kun je dan het verse thee er zo uitscheppen en in je mok doen. Ik vond dit echt heel erg handig. Dus deze ga ik sowieso voor mijn verse thee gebruiken. Maar zo heb je bijvoorbeeld ook gewoon zoken. En deze kun je weer gebruiken gewoon voor chipszakken of dat soort dingen. Dus ik vind dit voor de uitzet echt ideaal. Ik heb nu echt alles voor me uitzet. Kan niet... Bedankt, Serin. Nou ja, goed. Ik kan dus niet wachten om uit huis te gaan. Het ene laatste item wat ik in deze shop nog ga laten zien en wat ik dus bij de Wibra heb gehaald, is een Scrub Mommy. Mocht je het niet kennen, je hebt Scrub Daddies en dat is echt de shit. Daarmee kun je zo goed je huis en alles gewoon schoonmaken. Ik ben zo'n persoon die op... Nou ja, ik heb geen TikTok, maar... Op Instagram Reels en zo zie je ook gewoon doorgeplaatste TikToks. Mijn tijdlijn staat vol met schoonmaakdingen en hacks. En ik hou ervan. En dan gebruik ze altijd Scrub Daddies of Scrub Mommies. Ook op YouTube kijk ik van die Clean With Me's video's uit Amerika. En dan gebruiken ze allemaal dit soort sponsen. Echt ideaal. En nu zag ik dus de Scrub Mommy bij de Wibra. Kerstvariant. Dit is dus de variant die ik heb meegenomen. Ze hadden letterlijk... alle varianten. Dit is dus limited edition. Ze hadden ook de ster, de witte ster. Maar ik dacht, nee, kerstboom is toch wel echt kerst. Dus die heb ik meegenomen. Je hebt ook gewoon de klassieke Scrub Daddy hadden ze ook. Maar ik dacht, nee, ik kies er gewoon één. Deze. Je hebt dus een harde kant en een zachte kant. Die zit aan de andere kant. Ik kan het wel even laten zien. Dit is de zachte kant. Dit is echt de ruwe, harde kant. Maar hier kun je echt zo goed mee schoonmaken. Helemaal blij mee. Ik zou zeggen, mocht je het niet kennen, zoek het op. Gebruik het, probeer het en je bent verkocht. En de Scrub Mommy kost €3,99. En dan kom ik alweer aan bij het allerlaatste item. En dit is eigenlijk heel erg fout, maar ik vind het heel erg leuk om straks aan te doen als pyjama. Ik zag dit bij de Wibra en ik dacht, ja, ja, meenemen. Dit is zo'n hele grote oversized t-shirt met een kerstman. Maar die zegt skating... Wat zegt hij eigenlijk? Skating ho ho home for Christmas. Ja, is toch leuk joh. Helemaal leuk als pyjama. Deze heb ik in de maatje XXL. Volgens mij is dit dus gewoon een shirt. Die mensen gewoon dragen. Maar nee, niet voor mij. Ik dacht XXL, lekker pyjama shirt. Om in te chillen. Helemaal zin in om deze aan te doen. Deze was €7,99 en je had nog verschillende opdrukjes, maar ik heb deze gekozen. Ik vond deze wel echt grappig. Dus dat was eigenlijk alles weer wat ik bij de HEMA en bij de Wibra heb gekocht. Ik ben helemaal klaar voor kerst. Laat me weten of jij klaar bent voor kerst. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En tot een volgende video weer. Doei doei!